20! Ik denk dat ze heel goed mee kwam op te letten als jurylid. Dus Ashley, dank u wel om hier aanwezig te zijn. Dan naast de beauty. Sommigen zouden zeggen de beast, maar als je het goed bekeken, dan denk ik dat dat wel gaat meevallen. Hè? Voilà. Dames en heren, Tim Toebaks! Als jullie hem ook eens aan het werk willen zien, momenteel loopt er de Vlaamse Netflix-serie. En dan moet ik even kijken. Nu bezig. Dat is geen dat hij te strak zei tegen mij. Die is nu bezig. Hè? Dames en heren, geef eens een kijkje op de Vlaamse netwerk. Het is met de kerst van de Kliniek Lounge, geloof ik. Voilà. Neem allemaal eens een kijkje en oordeel zelf natuurlijk. Dan naast Tim zit onze Vlaamse schone Daisy. Daisy is hier als afgevaardigde, mag ik wel zeggen, van Trappeniers Food Service. Jan, dankjewel om ook aanwezig te zijn. Niet alleen daarvoor, maar Daisy zorgt ook voor locaties van fotoshoots en dergelijke bij design van Josh voor onze kandidaten. Dankjewel Daisy om aanwezig te zijn. Ik ga verder naar deze kant. Nog een juffrouw met een kroontje. Of moet ik zeggen twee? Dankjewel om aanwezig te zijn, Saskia. Dames en heren, Saskia is onze regerende en aftredende Miss Glamour 2019. Geef ze daar een applaus. Saskia, ben jij volgende week een dingetje gaan doen? Ja? Ik vind het toch dat je hier aanwezig gaat zijn vandaag zoeken. Saskia, ik zou u ook even willen vragen. Aangezien dat jij regerende en aftredende mis bent, waarop gaan we letten bij deze jurypuntentelling? Ik ga eens even kijken of we hier nog een microfoon aanwezig hebben. Voilà. Als je, ja, voilà. Neemt er maar mee een servetje vast, Saskia, en dan kan het allemaal geen kwaad. Heb je dat knopje geduwd? Dat is allemaal te simpel, hè? Ja? Test. Voilà. Saskia, waarom ga je letten als je punten geeft? Anders moet je gewoon een klein beetje naar de roepen. Als jullie allemaal even stilletjes willen zijn. Saskia? Ik ga er vooral op letten dat de dames genieten van vanavond. Want de show die vliegt voorbij. En het is eigenlijk echt een moment waar iedereen naar uit heeft gekeken. Waar je hard naartoe is gewerkt. Workshops, fotoshoots. Dus ik vind het belangrijk dat ze uitstralen. Dat ze echt gewoon genot hebben van deze avond. Dat ze schitteren en dat ze hun moment pakken. Ik vind het ook belangrijk dat ze hun natuurlijke uitstraling behouden. En dat daarmee een stukje van hun persoonlijkheid naar boven komt. Dankjewel Saskia. Ik denk dat dat natuurlijk ook heel belangrijk is, de uitstraling van de dames. Zijn er een paar dingen fout, zijn er wat schoonheidsfoutjes, zolang ze allemaal maar stralen op bodem denken. Dankjewel Saskia. Naast Saskia, ze nog een zeer mooie bloem, de jonge dame. De dames en heren, afgevaardigden voor WLM, onder de camera begeleid bij Johan Paula. Paula heeft al verschillende keren in een jury gezeten, denk ik, dus jij weet als geen ander waarop te letten en al die dingen. Dankjewel om aanwezig te zijn, Paula. Dan uit het verre Nederland. Geef ze een daverend applaus, de zaakvoerster van MissSherpe.nl, Marion! De lintjes die vanavond uitgedeeld worden, als ook de kronen, zijn van Marion. Waarvoor dank en dank wel om aanwezig te zijn. En dan, last but not least, zo zeggen we het, hè. En daar heb ik een heel ander kaartje voor moeten gebruiken. Jury, onze juryvoorzitter voor vanavond. Jury is, moet ik goed lezen, hè. Hij heeft het verteld en ik zei direct, ik kan in de knoop geraken. Identiek, grafisch vormgever, communicatiebureau.
Dankjewel Jumi om aanwezig te zijn. Sinds een vijftal jaar denk ik zoiets dat u hier voorzitter bent. En daarvoor ook verschillende jaren in de jury gezeteld. Dankjewel om het allemaal in goede banen te leiden. Hè? Moest Saskia er straks weggeroepen worden? Je regelt dat wel? Oké, dankjewel. Nu, wij hebben daarnet gezien dat de dames zeer mooie kleding aan hadden.